We praten liever niet over een onderwijsachterstand, want dat betekent dat mensen gelijk denken aan al die repetities die gemaakt moeten worden. Woorden van minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vanmorgen tijdens een Zoom-persconferentie over het onderwijs. De bewindsvrouw vindt dat er nu juist nagegaan moet worden of de kinderen wat leren, gezien de school gesloten is. Hiervoor zal het ministerie speciaal materiaal drukken. Ook radio- en televisieprogramma's ontwikkelen, zodat we met hun in contact kunnen blijven. En dat ook de kinderen in het binnenland mee kunnen doen. Laat me benadrukken dat het niet verboden is voor groepen die wel online kunnen werken. Die mogen dat, het is niet verboden. Wat verboden is, is van mensen eisen, van ouders eisen die het niet kunnen betalen. En dan van hun toch eisen dat ze online lessen volgen. Dat mag niet. Want dan sluiten we dus een hele groep kinderen in Suriname uit. Overigens hebben we zelf een onderzoek gedaan. En het blijkt dat 60% van de leerkrachten niet over die infrastructuur beschikt om werkelijk op afstand via online lessen te werken. De bewindsvrouw geeft ook aan dat er niet maar één manier is om het onderwijsproces weer op te starten. De diverse scholen mogen hun creativiteit gebruiken om onderwijs te verzorgen aan hun leerlingen. Leiders hebben het recht om hun creativiteit met hun leerkrachten te laten groeien en zelf te kijken hoe het precies op hun school gaat. Nogmaals, geen enkele school is gelijk aan de andere. En het hangt helemaal vanaf waar die school staat, welke creativiteit nodig is om die school wel goed te laten lopen of de kinderen wel te bereiken. Het binnenland zal op een totaal andere manier bereikt worden. En we hebben daar deze week een meeting mee. We hebben zo ongeveer 100 tot 110 leerkrachten van het binnenland die wonen in de stad. En in Paramaribo, die wonen niet in het binnenland. En die gaan we, met die gaan we werken de komende week om na te gaan met de speciale afdeling binnenland van hoe we verder met het binnenland zullen gaan. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukt dat schoolleiders de vrijheid hebben het onderwijs voort te zetten zoals het past binnen hun omgeving.